In mei staat Nostalgienet in het teken van het thema vrede. In het speciale themauur ziet u fragmenten uit de serie Sprekende Beelden, waarin mensen herinneringen ophalen bij oorlogsmonumenten. Hij loopt naar buiten en ik lig nog niet in mijn bed. Of ik hoor schieten en het afgaan van een handgranaat. En Raymond is helemaal hartstikke dood. In de eerste week van mei ziet u bijzondere documentaires over de Tweede Wereldoorlog met persoonlijke verhalen van ooggetuigen. Tevens kijkt u naar de indrukwekkende documentaire De laatste 7 maanden van Anne Frank. Als je op maandag op school kwam, waren er weer kinderen niet. En dan hoopte je maar dat ze ziek zouden zijn. Ook Nostalgie met Coat & Bee staat in mei in het teken van vrede. Stoppen maar. Met onder meer de legendarische korte film Wo is der Bahnhof? Vandaag compleet geen kuis vandaag. Vergeet hij de fiets op slot te zetten. Laat hij eerst een pot appelmoes in zijn handen kletteren. Een speciale uitzending op zondag 11 mei staat volledig in het teken van Moederdag. Precies. Je bent nog nooit mee geweest naar de Moederdag van mijn moeder. Om bij mijn moeder Moederdag te vieren. Mijn broer. Hebben we het nooit gedaan. En het wordt dus elk jaar erger. Dus we eten dit snel op dit ontbijtje en dan gaan we ons aankleden. Ja, is dat duidelijk? Nee. Op zondagavond uiteraard weer de beste Nederlandse speelfilms. In mei zijn dat Pastorale 1943, Max Havelaar en De Noorderlingen. Kijk voor meer informatie in de programmagidsen of op nostalgienet.nl.